roze maan bij uitstek. Het heeft wel allemaal een beetje langer geduurd dit jaar, maar eindelijk, zalig zijn ze er. Ik ga vandaag laten zien dat rozen er niet alleen zijn om mooi te zijn, om in de tuin te staan, maar dat je er van alle andere interessante dingen mee kan doen. En daarvoor heb ik Michel uitgenodigd, rozenspecialist, die ons daar meer gaat over vertellen. Ja, we hebben hier bijvoorbeeld rozenolie. En dat is een product dat gehaald wordt uit de rozenblaadjes. We hebben dus in Bulgarije de grote rozenkwekerijen staan, waar 's morgens voordat de zon net opkomt, mensen naar boven gaan, de rozen gaan plukken, dus de blaadjes. Mm-hmm. En men heeft ongeveer 5000 kilo blaadjes nodig om 1 kilo pure rozenolie te maken. En dan moet je weten dat zo'n 1 kilo rozenolie de waarde heeft van 1 kilo goud. Dat dus kan je je voorstellen. Hè? Amai. Dus dat is ook al heel veel waard, zo'n flesje. Dat kost al wat geld. Nu moet ik eerlijkheidshalve zeggen, het is een beetje verdund ook. Want puur is dat bijna niet te genieten. Niet te betalen. En ook niet te betalen, niet, uiteraard. Hè. Voor mensen, denk ik. Maar dat zijn allemaal van die rozen, gelijk deze, die heel goed geuren. Ja. Want dit, dat is zo zalig. Ja. Hè? Dat is de roos Zifrin Drouin. Ja. En die is dan ook gekend voor de enorme geur die ze verspreidt. En zeker als de zon erop schijnt, komen die etherische oliën allemaal vrij. Kunnen we daarvan genieten. Dat vind ik ook belangrijk in de tuin. Als je rozen zet, dat je tenminste rozen koopt die ook goed geuren. Ja, want dat is eigenlijk toch de belangrijkste eigenschap van de rozen. We hebben hier een potje met roze confituur. Dat is van de bottels, van nee, de rozen? Nee, Dina, kijk eens goed, daar zitten allemaal blaadjes in. Dat zijn allemaal roze blaadjes die daarvoor gebruikt worden. Ja. Van bottels kan uiteraard ook, maar in deze tijd van het jaar is het misschien interessant dat de mensen weten dat ze van de blaadjes zelf confituur kunnen maken. Ik ga even tonen. Als je dat wil doen thuis, is het belangrijk dat je een roos neemt die niet gespoten is en waar de bemesting gebeurd is met organische bemesting. Ja, gelijk ik dat hier. Zoals jij dat hier in je tuin doet. Geen chemische. Geen chemische bemesting. En een tip misschien, het witte gedeelte dat je hier ziet op het blaadje, dat kan je er best uithalen, want dat geeft nogal een bittere nasmaak. Hmm. Dus je blaadjes moet je op deze manier voorbereiden. Amai. En hoeveel blaadjes moet je dan hebben voor zo'n potje confituur? Laat ons zeggen dat je een 500 gram blaadjes nodig hebt. En dat je die op water moet zetten om te laten trekken. En dat je daar suiker bij doet, geleersuiker. En dat je dan het andere dag daar confituur van kunt maken. Ja, Dina, ik ga de pot eens even open doen. Dat riekt ook naar rozen. En kun je daar ook iets lekkers mee maken, Dina? Ik kan met alles iets lekkers maken. Dat gaan we dan doen. Toosjes, een beetje paté. Michel, wilt jij de confituur erop doen? Ja, graag. Lasse, dat ziet er lekker uit, hè? We hebben nu iets voor te eten, maar we moeten er ook iets bij drinken, hè, Dina? Ja, dat vind ik ook. Ik heb nog iets meegebracht. Hè. We gaan daar iets heel lekkers van maken, hè? Graag. Oké, dan zullen we er eens aan beginnen, hè? Goh, wat word ik verwend. Gaan we een klein beetje van onze rozengenever in het glas schenken. Mm. En dat gaan we nu aanlengen met heerlijke Italiaanse prosecco. Dan zeggen Dina, ching ching, om de rozen. Ching ching.